Mannen, niet normaal. Sterke vissen. It is a sunny Sunday, chilling at this wonderful place in the morning. Paradise feeling, dancing in my own stage. In the streets I don't need no more, you know it, man. It is a sunny Sunday, chilling at this wonderful place in the morning. Paradise feeling, dancing in my own stage. In the streets I don't need no more, you know it, man. Hold an umbrella under my problems, falling from the sky. I always believed in faith and a tremendous paradise, but life's not giving you hope as much as you need. Goedendag allemaal, mijn naam is Rob Mulders en welkom weer bij een nieuwe video. Elke dag rond 6 uur komt er dus een ijskar. Dit is net mijn intro verkloot. Maar oké, zoals je net hebt kunnen zien, ik heb mijn materiaal klaargemaakt voor morgen vroeg. Ik heb de afgelopen 3 sessies mij vooral gefocust op meerval vanwege het warme weer. Iedereen zal wel weten dat het nu echt onverantwoord is voor op snoek te vissen. De meningen zijn er voorover verdeeld, maar vanaf dat het watertemperatuur boven de 20 graden gaat en de snoeken zwemmen niet fatsoenlijk weg, stop ik gewoon met snoekvissen. Er zijn genoeg rovers die je nu wel kunt belagen, natuurlijk met de uiterste zorg. En ik ga dus morgen vroeg om 4 uur opstaan. Ik ga naar de Maas en ik ga proberen om mijn 4e roofblij ooit te vangen. Dus roofblij is voor mij ook nog altijd iets speciaals. Het is een hele chique vis. Het is een soort van zoetwater tarpon. Ik heb 2 hengels bij. Ik vis met 1400, dat is iets zwaarder dan normale baars en snoekbaarsdraad. Maar de roofblij die kan er echt zot van doorgaan. Er zitten stenen op de Maas. Dus beter zorgen dat het materiaal in orde is. Ik heb heel veel aasjes bij. Ik heb vooral aasjes zoals de spintails die heel snel binnen te vissen zijn. Ik heb pilkers bij. Ik heb kleine pluggen bij. De Sticklebait Twitch, dat is een hele goeie. Dat is eigenlijk een hele mini twitchbait die heel super snel links en rechts gaat zwemmen. Daar heb ik ook wel een mooie roofblij op gevangen. Dus ik hoop dat ik voor jullie morgen een visje voor de camera kan brengen. En dan zie ik jullie morgen vroeg. Goedemorgen allemaal. Zoals je kunt zien is 4 uur 's morgens. Normaal ben ik redelijk snel wakker, maar ik ben gisteren nog eens reus gaan sporten, gaan fietsen. En dat komt er nu een beetje uit, maar op zich gaat dat wel lukken denk ik. Het is gewoon even een beetje moeilijker. Ik heb koffie to go en dan zie ik jullie zoiets in het water. Het is nog redelijk donker op het moment, maar ik ben liever dat ik ietsje voor dat het schemer is, dat ik echt aan het water sta. Want roofblij kan echt op dat moment aan het jagen zijn, dus ik hoop echt dat het... Dat er het water juist staat, dat het water niet te hoog staat, dat de stroomversnellingen echt goed zijn. En dan zou er wel een roofblij moeten kunnen uitkomen. Dus ik ben benieuwd. Het belangrijkste moment van de dag, ontbijtje. Ik heb net al eens gekeken naar het water. Het ziet er natuurlijk heel laag uit deze tijd van het jaar. Dat kan ook in mijn voordeel spelen, want dat betekent ook dat er minder plaats is waar ze zich kunnen ophouden. De stroomversnellingen die gaan van het ene diepere stuk eigenlijk naar de andere diepere stuk. En ik ga gewoon heel de stukken afstruinen, systematisch afvissen. Ik ga hier naar beneden zelfs en dan ga ik eerst een heel stuk naar rechts, dat is waar de echte stroomversnellingen zijn. En als ik ze daar niet kan vangen, ik ben hier al eens geweest met de kajak, dan ga ik gewoon terug naar de andere kant en daar heb je een heel groot open stuk. Er zijn geen stroomversnellingen, maar ik heb er ook gezien dat daar zit ook wel wat meer vallen. Maar daar kun je ook redelijk wat scholenroof blijven verwachten. Ik ga me gewoon focussen op deze stek. Als deze stek te bevissen is, ga ik gewoon zoveel mogelijk hier vissen. En dan zullen we zelfs wel kijken. Hè. We zijn gepakt en gezakt en klaar om te gaan. Thank you.
niet normaal. De tweede worp en ik heb al een roofblij aan. Dit is echt. En ik zie er nog jagen. What the hell, man. Sterke vis, jong. Oh, die beten zijn zo verslavend. Vroeg opstaan, dat wordt beloond, mannen. Dat wordt echt beloond. Oh, let's go, mannen. Stikkelbeet twitch het echt heel diep. Dat wou hem zeker hebben. Kijk eens. Ja, jongens. Achter mij de zonsopgang. En je ziet het al aan mijn blijbakjes. Super vet, roofblij. Ik denk dat ze net geen 70 centimeter haalt. Het blijven prachtige rovers. Kijk eens. Wat een vette zilveren rover. Ja, mannen. Dat zijn toch prachtige beesten. Het is een beetje zoetwater tarpen. Super vette. Torpedovormige vis. En het is gewoon fijn, dat blijven voor mij. Ja, dit is de vierde roofblij dat ik ooit vang. Die aanbeten gewoon, je hebt nog geen tijd om aan te slaan. En dan komt er zo'n torpedo aan. Op zo'n achtergrond. In zo'n mooie ochtend. Ja mannen, ik heb wel ergere vroegere ochtenden op gaan staan. Ik kwam toe, ik zag ze jagen. En het duurde niet lang. Ik ga ze niet lang boven water houden. Ik ga gewoon blijven knallen en hopelijk nog een paar roofblijen vangen. Ja man, mooi toch. Mooi. Nog een laatste tip voordat ze teruggaat. Roofblijen zijn super gevoelige vissen. Ze hebben vleesige kieuwen, want ze behoren tot de karprachtige. Dus pak roofblijen niet bij de kieuwgreep. Niet zoals de snoek. Je kunt zien, roofblijen best gewoon mooi ondersteunen. Een beetje gelijk een karper dat je ze vasthouden. En dan de vis terug laten. De vis terug mooi vrij laten van waar dat ze komt. Op naar de volgende mannen. Nice! Ja! Oh man, die beten zijn zo hard, hè, mannen! Oh manneke! Nu komt ze naar me toe gezwommen. Ja, manneke! En het is geen groot, hè, maar die zijn zo sterk, hè, mannen! Wat is Fox Wild, ja. Kijk eens weer. Bij roofblij maakt het gewoon niet uit hoe groot dat ze zijn. Echt mannen, what the hell, jong. Dat blijft me gewoon verbazen hoe sterk dat deze vissen zijn voor een maat. Het is gewoon een super mooie roofblij. Ik denk, ja. Het is de derde stek van de dag. Ik ben gewoon super strak aan het vissen. En ja, je verwacht je daar niet aan die roofblij beten. Echt prachtige, prachtige vissen. Ik hou vol te maken en dan mag ze weer terug, mannen. De stikkelbeet twitch is een super makkelijke. Ja, eigenlijk is dat een mini jerkbait. Van twitchbait. Maar dat is ideaal voor in de stroomversnellingen te vissen op roofblij. Gauw terug en op naar de volgende. Nice, mannetjes. Let's go! Die kwam gewoon vol uit de stroming, mannen. Ik had er al een paar keer gegooid. Maar ja, ze lag er nog. Voelt een goede vis aan, hoor. Oeh, dat voelt echt een goede vis. Ah, een goede vis. Maar rustig drillen.
Oké, mannen. Derde roofblij is weer binnen. Moet eens kijken, wat een prachtige vis. Punt gaaf, punt gaaf. Ah, mannen, kijk eens. Je ziet achter mij wat een machtige omgeving ik hier zit. Ik ben om 4 uur opgestaan. Ik dacht, waarom ben ik hier toch weer een hemelsnaam mee bezig? En dit bevestigt weer. De vroege ochtenden zijn het belangrijkste. Ze zijn vol aan het jagen in de stroming. En de stikkelbeet twitch. Ziet u dat? Gewoon supersnel binnenhalen. Machtige vis. Echt heel jammer, ik heb er net eentje gemist. Je kon het wel zien. Ik sloeg aan, de vis ging recht de stroming in. En ja, de vis loste. Dus natuurlijk 3 gevangen, 1 gelost. Dat is op zich niet slecht, niet erg. Maar dat blijft altijd kloten. Ik zie wel aan de overkant enorm veel visjes springen, van die kleine visjes. Dus ik ga met mijn waterpak wat dieper in het water met de GoPro. En dan hopen dat ik er daar zo net achter kan gooien. Ik heb een goede lange hengel en dan hopelijk net eentje eruit kan trekken, joh. Hopelijk dat ze biedt. Ja, mannen. Ik zei het nog. En ik zie ze daar echt gewoon jagen, jagen, jagen. Ik zie allemaal kleine visjes omhoog komen. Maar je moet echt super ver gooien om er echt in te geraken. Want dat is natuurlijk logisch als je een stukje teruggooit, dat je ze niet gaat vangen. Ja. En daar. Diebe. Die beten worden toch nooit vervelend. Wat? En je ze gewoon rustig moet laten uitvechten. Deze gaat echt vol richting de stroming. Ah, ziet er een goeie uit, mannen. Woehoe. Blijven knallen. Super ver gooien. Gooien waar het aasvisje springen. En dan knallen ze erop, jongen. Man, man, man. Wat een heerlijke visserij. Hengeltje krom. En daar gaat ze weer. Ze geeft niet gauw op, jong. Ze geeft niet rap op, mannen. Lekker, lekker, lekker. Wow. In het netje zit een mooie roofblij. Ik zal het laten zien aan mannen. Vet, vet, vet. Het doet echt gemakkelijk met al die stenen. Er zit toch weer een mooie 60-plus roofblij net. Ik had dat nooit kunnen verwachten. Ik ga altijd vissen met het gedacht. Ik vang niks. Gisteren ben ik even op baars geweest. Baarsvissen is echt niks voor mij. Maar ik ga daar toch in blijven doorzetten. Net zoals dit. Dit is de eerste sessie van het jaar voor mij. En zoals je kunt zien gaat die sessie wel redelijk goed. Zilveren torpedo's. Die kaken die gaan er keihard tegenaan. Misten ze net al. Het kan zijn dat het een andere vis is. Want er liggen heel veel aasvisjes. Je moet eens kijken, joh, mannen. Die vorkstaart. Die kaken. Zorg ervoor dat ze in de stroming echt gewoon weg kunnen. Het is nog geen 7 uur 's morgens, mannen. Lekker vroeg opstaan. Denken, waarom doen we dit? En uiteindelijk, als de roofblij losgaat, dan heb je dit. Man, man, man. Heerlijk toch. Dus je gaat terug. Ik ben even aan het genieten. Gewoon van het geluid van de stromende rivier. Van de rust, van de vogeltjes, van alles gewoon. Super, super ochtend. Ik denk, ik hoop dat ik nog een paar visjes kan vangen. Echt, ja, wat een prachtvisserij gewoon. Niet normaal, niet normaal.
niet gemakkelijk om alleen te filmen. Maar deze vissen zijn toch wel waarde, mannen. Ja, ik ga ze laten bekomen en dan mag ze weer terugzwemmen in haar habitat. Nummerke 5 is binnen, man. Nummerke 5 is binnen. Enig gelost. Ik heb slechtere sessies gehad, ze. Net de tijd is om gewoon in te pakken. Ik ga gewoon nog de laatste stroomversnelling erbij. Ik ga nog een paar worpjes doen en dan ga ik gewoon naar de auto. Ik heb een enorm goede ochtendsessie gehad. 5 roofbleien of 6? 5 roofbleien, 1 gelost. Echt prachtige, prachtige visserij. Voor de mensen die het nog niet gedaan hebben, ga ontdekken. De rivieren zoals de Maas, de IJssel, overal beginnen ze wel te zitten. Het zijn echt super mooie vissen. Behandel ze met zorg en geniet vooral van het vissen. Nice. Tot de volgende keer.